Ik moet wel even omlopen. Heb ik er voor over. Beetje rommelig. Een zooitje. Echt maar. Welkom bij een nieuwe Voor de Putten Spreekt. Ik sta hier van Link Media bij metrostation Spijkenisse. Door heel Spijkenisse zijn op dit moment heel veel werkzaamheden bezig. En zo ook hier bij de metro. En wij zijn benieuwd wat de mensen ervan vinden. Beetje rommelig. Rommelig. Beetje rommelig. Ja, er staat hier ook niet aangegeven met de bustijden en dergelijke natuurlijk. Dat is een beetje rommelig. En ja, ik vond het wel zoveel makkelijker daar natuurlijk. Omdat je natuurlijk per baan had aangegeven waar de bussen naartoe gingen. Nou, het werd tijd. Ja? Het werd tijd dat dat al ging gebeuren. Maar ja, er gebeurt overal zoveel. Dat het loopt nu weet je niet meer waar je heen moet lopen. Maar ik vind het wel nodig. Ja, het was wel nodig. De straat was gevaarlijk. En ik ben blij dat het allemaal opgeknapt wordt. Zonder meer. Ja, ik ben er blij. Ik moet wel even omlopen. Heb ik er voor over. Nou ja, ik zie het nou voor het eerst. Dus ik, ze zeggen dat het goed is om zo te lopen, dus dan lopen we maar zo. Ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Ik zag vorige week wel dat ze daar fietsen neer hadden gezet, maar voor de rest wist ik het niet. Oh nee, u ziet het nu voor het eerst, ja dat kan ook. Ja, want ik kom uit Hoogvliet, dus ik kom hier niet zo vaak. Een zooitje, echt maar. Wij wonen hier tegenover, we kijken er zo op. Het is gewoon... Ik vind het gewoon net een dumpzooi, zeg maar. We dumpen alle aarde maar in een leuk park die ze hadden. Het is gewoon een zooitje. Het zou ook een afgesloten fietsenstalling worden. Is het ook niet meer. Dus ik snap de genene droom in van hier zo'n Spijkenisse. Ja, snap ik. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat ze dat hier gaan. Hoe ze dat hier gaan doen eigenlijk. Ja, snap ik. Het parkeerterrein hiernaast natuurlijk gewoon ook werkzaamheden aan het verrichten zijn. Of misschien zijn ze het hier aan het opknappen. Ik heb geen idee, maar. Ik vind het een beetje rommelig, zeg maar. Nou, ik ga niet zo heel vaak met de metro. Dus ik moest nu echt zoeken, want ik ben zo gelopen. En daar stond ik dus daar, aan de andere kant van het hek. Dus ja, maar ik weet niet precies wat er gaat gebeuren hier ook eigenlijk. Ja, ze zijn hier de bussen en de perrons zijn ze aan het opnieuw en nieuw asfalteren en zo. En dan komt alles wel weer op de oude plek terug. Oh, dat vroeg mijn dochter zich al af. Ik moest toch een end lopen, mam, zegt ze. Dus... Nou ja, het is, als het verbetering is, is het goed, maar iets meer, weet niet, je bent aan het zoeken ook. Ja, precies. Dat. Onze pad wel op moeten ruimen overdag of 's avonds als, voordat ze weggaan, dat ze het even schoonmaken of zo, want het is nou echt regelrecht een blubzooitje hier zo. Ja, u vindt dat ze te rommelig de werkzaamheden doen? Ja, dat wel. Het is, ze zouden hier een overdekt, dichte fietsenstalling doen, net zoals wat ze daar hadden, zeg maar, voor de jongeren, zeg maar, die voor de werk doen, voor Spijkenisse. Nou, is het ook niet van geworden, want Stedin wil niet meewerken voor stroom en alles. Nou, dat vind ik onzin voor een gemeente zoals dit. Ja. En dit vind ik ook geldverspilling. Helemaal niks. Nee, ik ben er helemaal niet mee eens.